Goedemiddag, ik open dit commissiedebat van de Commissie voor Defensie met de staatssecretaris voor Defensie, die ik van harte welkom heet, met zijn staf. En ook een hartelijk welkom aan iedereen die dit debat volgt. Ik zie drie woordvoerders van de kant van de Kamer. Ik stel voor een spreektijd van 5 minuten per fractie. En als er niet meer Kamerleden dadelijk nog binnenwandelen, dan zal ik daar ook nog coulant mee kunnen zijn, denk ik. Het onderwerp is in ieder geval vastgoed van Defensie. En ik geef nu eerst het woord aan de heer Hammelburg van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zeg alvast dat ik ook tegelijkertijd in een ander debat zit over exportkredietverzekering en de vergroening daarvan. En daar ook weer zo naartoe zal gaan. Maar ik vond dit ook belangrijk, gezien nog een aantal problemen die ik graag wil benoemen. Maar ik wil beginnen met complimenten aan de staatssecretaris voor het vastgoedplan. Want de uitgangspunten zijn precies zoals D66 ze ook zien. We moeten echt, zeker gezien de bezuinigingen van de afgelopen jaren, zorgen dat ons vastgoed op orde is, dat het duurzaam wordt, maar vooral ook dat ons personeel, defensiepersoneel, in goede legering zit, op goede locaties. Dat het past bij de krijgsmacht van de toekomst, zoals de minister en de staatssecretaris dat ook voor zich zien. En zoals D66 dat ook voor zich ziet. Dus complimenten daarvoor. En ik zou zeggen, ga zo door. En we hopen dat het allemaal binnen de gestelde tijd, want het is een lange tijd, hè, we hebben het over een project van in totaal op sommige gebieden wel 15 jaar... dat we daar snel voortgang mee kunnen maken. Want voorzitter, en de staatssecretaris geeft het ook helder aan in de beantwoording op een aantal vragen die al eerder zijn gesteld. Ieder jaar dat we vertraging oplopen, en dat zegt de Algemene Rekenkamer ook, hebben we 400 miljoen aan kosten alleen al in achterstallig onderhoud. En dat is een fix bedrag. En ik val dan ook maar gelijk met de deur in huis, want we hebben een enorm stikstofprobleem in Nederland. Er is nu plenair ook een debat gaande over het stikstofprobleem. En op het moment dat stikstof vertraging zou zorgen, ook voor het ministerie van Defensie, als het gaat over het realiseren van het aanpassen van het vastgoed, het verbouwen, het concentreren en het verbeteren en het verduurzamen, dan zou dat dus ook betekenen dat we, naar mijn inschatting in ieder geval, en ik zoek daar ook een beetje het antwoord van de staatssecretaris, 400 miljoen in het schip gaan per jaar. En dat is een hoop geld. Ik zou dat geld veel liever besteden aan het versterken van andere van de onderdelen van de krijgsmacht, bijvoorbeeld onze vuurkracht. Ik zie dat toch als een zwaard van Damocles. Dus ik zou daar heel graag een reflectie van de staatssecretaris op hebben. Wat betekent het stikstofprobleem op dit moment? Vooral voor de 6 vaste projecten die nu al vertraging hebben opgelopen door de stikstofproblematiek. Dan, voorzitter, de superkazerne in Zeewolde. De staatssecretaris heeft aangegeven dat is de voorkeurslocatie voor een geconcentreerde locatie waarvoor veel begrip overigens, want de noodzaak zien we daar wel van in Midden-Nederland. De staatssecretaris schrijft dat er onderzoek is gedaan naar 4 locaties, waarvan 1 bij Zeewolde, bij de Nijkerkerbrug, en 3 in Gelderland. Er zal ongetwijfeld een heel set aan criteria zijn geweest waarop deze locatie er als voorkeurslocatie is uitgerold. Maar mij bereiken ook berichten uit de gemeente Zeewolde, van bewoners, van ondernemers en boeren, dat zij totaal verrast zijn door deze aankondiging voor deze voorkeurslocatie. En nou zegt de staatssecretaris ook wel dat het participatieproces nog moet worden ingericht. Maar de onrust is al ontstaan. En we hebben dit natuurlijk eerder ook al in Assen gezien. Daar heeft de staatssecretaris een prachtige oplossing voor gevonden overigens. Waarvoor nogmaals de complimenten. We zijn ontzettend blij dat de kazerne in Assen gewoon open kan blijven. Maar het is wel belangrijk om mensen mee te nemen en niet totaal te verrassen. Dus ik zou heel graag van de staatssecretaris willen weten, wat is daar nou precies gebeurd? Hoe kan het zijn dat de mensen in Zeewolde zo verrast zijn? Is er überhaupt in het voortraject overleg geweest met het college van BMW in Zeewolde over deze voorkeurslocatie? En kan de staatssecretaris goed en nog één keer helder ook in het publieke debat uitleggen waarom dit nou precies de voorkeurslocatie is? En ingaan op de bezwaren die ook al zijn rondgestuurd in de brieven die ons Kamerleden hebben bereikt, maar waarschijnlijk ook de staatssecretaris, bijvoorbeeld dat de grond niet geschikt zou zijn voor oefenterrein en alle zaken die daarin worden genoemd. Want voorzitter, het draagvlak voor dit grote project is belangrijk om het ook snel voor elkaar te krijgen. Want nogmaals, we willen geen vertraging oplopen. Dit vastgoedplan is ontzettend belangrijk voor ons krijgsmacht. Voor alle genoemde redenen die de staatssecretaris ook aangeeft. En we willen absoluut niet dat het vertraging oploopt. Ook omdat de kosten zo gigantisch zijn. En we hebben iedere cent gewoon keihard nodig voor de investering in ons
krijgsmacht en het uitvoeren van onze defensienota. Ik laat het daarbij, voorzitter, en ga dan terug naar het andere debat. Maar we kijken van boven mee en ik hoop zo meteen nog weer terug te komen voor de beantwoording. Maar veel dank. Dank u wel, meneer Hammelburg. Vragen, meneer Valster, of staat u klaar voor uw eigen inbreng? Nou, dan geef ik u daarvoor het woord. Gaat u gang. Dank, voorzitter. Ik ga de heer Hammelburg niet langer ophouden. En ik wens hem succes met zijn reis naar boven. Nog één ding wat hij net zei, dat er 4 locaties werden verkend, waarvan 1 in Flevoland, dat was andersom. Er waren er 3 in Flevoland en 1 in Gelderland. Ja. Voorzitter, met 34.000 hectare grond is Defensie zo groot als de steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht bij elkaar opgeteld. Van de 11.000 gebouwen is de helft bijna 40 jaar of ouder en onderhavig aan achterstallig onderhoud. Want 60% van alle gebouwen telt meer dan 2 onacceptabele gebreken. Het laat zien hoe immens de opgave is voor Defensie. En voorzitter, laat er geen misverstand over bestaan. Dat heeft de politiek aan zichzelf te danken en valt Defensie niet te verwijten. Zo is er ook de keuze gemaakt om het onderhoud in 2014 onder te brengen bij het Rijksvastgoedbedrijf. Die keuze werd natuurlijk niet gemaakt uit luxe en de samenwerking houdt tot op heden nog niet over. Ik zou de staatssecretaris willen vragen om te reflecteren op de keuze die in 2014 is gemaakt en of het in zijn ogen een goede keuze is geweest. En of wij bijna 10 jaar later, wetende dat het budget van Defensie sindsdien meer dan verdubbeld is, tot een ander besluit zou zijn gekomen. De Algemene Rekenkamer concludeert ook dat het Rijksvastgoedbedrijf de afgelopen jaren niet bij machten is gebleken om het vastgoed voldoende te onderhouden, onder meer door het gebrek aan capaciteit. Ik zou de staatssecretaris dan ook willen vragen wat hem sterkt het principebesluit te moeten nemen het volledige eigenaarschap naar het Rijksvastgoedbedrijf over te dragen. Te meer omdat er in de programmaraad anders is geadviseerd. Notabene de belangrijkste spelers zijn de beheerder, DOSCO, de grote gebruikers, landmacht en de luchtmacht en de planners, directieplannen, duidelijk nee hebben gezegd tegen deze keuze, blijkens de aan de Kamer meegestuurde nota. Ook de argumentatie achter het plan van de overheveling ontbreekt in het strategisch vastgoedplan. Ik zou de staatssecretaris willen vragen om geen onomkeerbare stappen te nemen wat betreft de overdracht van het eigenaarschap naar het RVB, zonder dat er over gesproken is met de Tweede Kamer. Voorzitter, dat de samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf niet altijd even vlekkeloos verloopt, kreeg ik ook te horen op de Leusden Heide. Het oefenterrein wordt beheerd door Defensie en logischerwijs willen we onze eenheden zo realistisch mogelijk trainen met de beelden uit Oekraïne in het achterhoofd. Er werden loopgraven gegraven en er was de wens in een bebouwde omgeving te oefenen. Maar computer says no. Het Rijksvastgoedbedrijf liet de loopgraven weer dichtgooien en de bebouwing kwam er niet. Maar er staan nu wel een paar leuke zeecontainers. Dan kunnen onze jongens eigenlijk net zo goed naar de Tweede Maasvlakte, voorzitter. Het is misschien exemplarisch voor de samenwerking, maar vooral een angstbeeld voor de toekomst. Namelijk de wensen van Defensie en de papieren werkelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf. Voorzitter, het bezoek vond overigens plaats in een bredere context. Namelijk het concentreren van eenheden in de regio Soesterberg. Zoals dat in het strategisch vastgoedplan ook staat beschreven. Er liggen daar verschillende defensielocaties op een postzegel die worden doorkliefd door een weg genaamd het Zeisterspoor. Een weg die overigens in bezit is van Defensie, maar opengesteld is voor regulier verkeer. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat er meerdere poorten dienen te worden beveiligd in plaats van 1. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de stakeholders er met elkaar uit gaan komen. Voorzitter, zo zijn er nog een aantal voorbeelden genoemd in het strategisch vastgoedplan, maar het totaalplaatje ontbreekt. We krijgen af en toe een puzzelstukje als Tweede Kamer, maar de complete puzzel is onduidelijk en het voorbeeld dat altijd keurig op de doos staat gedrukt is er ook niet. Het is dan ook voor de Tweede Kamer lastig de totale voortgang ervan te controleren. Sterker nog, ik vraag me af hoe de staatssecretaris zelf de algehele voortgang gaat controleren, daar er ook geen einddoel is vastgesteld. Evenals de 4-ledige doelstellingen die, als u het mij vraagt, niet echt doelstellingen zijn, aangezien ze bijvoorbeeld al niet eens meetbaar zijn. Klopt het dat er wel degelijk een integraal plan ligt, maar dat deze niet gedeeld kan worden met de Tweede Kamer, omdat er bijvoorbeeld de gespreksprocessen met de stakeholders kan beïnvloeden? Of zijn er andere redenen voor? En kunnen dergelijke plannen bijvoorbeeld in vertrouwelijkheid met de Tweede Kamer worden gedeeld? En de Kamer gaat jaarlijks een vastgoedrapportage ontvangen, maar waar wordt er dan over gerapporteerd en kan dat in de volledige openbaarheid? Voorzitter, de complexe puzzel wordt alleen nog maar complexer zodra locaties die Defensie graag zou willen verwerven voor een nieuw te bouwen kazerne direct worden afgeschoten. Of als af te stoten locaties direct politiek worden geveto'd, zoals dat bij de Johan Willem Friso kazerne dreigt te gebeuren. Ik wil de staatssecretaris dan ook van harte blijven aanmoedigen te kijken naar nieuwe locaties. En ik verzoek hem zijn vizier dan ook met name op de Randstad te richten. Uit de bijlagen van het strategisch vastgoedplan blijkt dat er nu 4 locaties op het oog zijn. Waarvan 3 in Flevoland en 1 in Gelderland.
Aangezien zo'n 85% van de kazernes buiten de randstedelijke provincies liggen en er in de Randstad een hoog arbeidspotentieel is, had mijn fractie ook gehoopt dat er locaties in bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Holland in beeld waren. Zijn die opties verkend, vraagt de staatssecretaris, en heeft de staatssecretaris desbetreffende provincies dan wel de gemeente actief benaderd om te verkennen of er van hen uit ook interesse is? Voorzitter, door de Algemene Rekenkamer geconstateerde ernstige tekortkoming op het terrein van vastgoedbeheer van Defensie zal de komende jaren nog niet weggepoetst kunnen worden. Zeker zolang er geen concreet integraal plan aan de grondslag ligt. Ik zou de staatssecretaris op het hart willen drukken daar gehoor aan te geven, zodat wij en hij Defensie klaar kunnen maken voor de toekomst. Dank. Dank, meneer Valster. Dan zijn we toegekomen aan de laatste woordvoerder in deze ronde. Dat is de heer Drost van de ChristenUnie. Gaat gang. Dank u wel, voorzitter. En ik moet daarbij vermelden dat ik dan ook medespreek namens collega Boswijk van de CDA. Hij heeft mij gevraagd en wij hebben dat afgestemd en onze punten bleken goed bij elkaar te passen en te overlappen. Dank u wel. Ik heb een aantal punten die ik naar voren wil brengen en vragen stellen aan de staatssecretaris en vanzelfsprekend zijn staf daarachter. Defensie is grote grondbezitter, daar refereerde mijn collega Valster al aan. En ik zie daar een aantal pijlers waar wat mij betreft het aandachtsgebied ligt. Dat betekent dat wat wij daar doen nodig moet zijn voor Defensie zelf in de uitvoering van alle taken en verantwoordelijkheden die ze hebben. Dat betekent ook dat wij als Defensie heel dicht in de samenleving zijn. We zijn in de haarvaten van de samenleving met onze locaties. En het derde punt, en daar kom ik zo ook op terug. Wij moeten hier vanuit de Kamer controleren of dat alles wat wij daar doen ook op een goede en een degelijke en ordentelijke manier doen. Dat punt van we zijn dicht bij mensen, heb ik twee zaken over. De eerste is eigenlijk ook al genoemd. Ook wij, de ChristenUnie-fractie, is blij met de keuze die er is gemaakt om in Assen en Havel te blijven. Wij hebben daar ook nooit een geheim van gemaakt dat we dat graag wilden. We zijn blij dat die keuze nu definitief is gemaakt en heeft ook naar buiten is gebracht. En ook daar spreek ik namens collega Boswijk van het CDA vanzelfsprekend. Dus dank. De vraag die ik er nog bij heb, nu we dat ei gelegd hebben, hoe ziet het de toekomst er nu uit voor Assen? Is dat al met hen gedeeld? Wanneer gaat daar, want daar moet veel gebeuren, heb ik ook zelf gezien. Wanneer gaat dat gebeuren en hoe ziet u dat voor zich? Mijn tweede punt op het vlak, we zitten dicht bij mensen, is ook Zeewolde. Grote kazerne voorzien. Twee vragen daarover. De eerste gaat over landbouwgrond. Ook collega Boswijk is op dit moment aan het debatteren over stikstof. Mijn collega Ginwis van de ChristenUnie-fractie ook. Zij samen hebben vorig jaar een motie ingediend. Ik weet niet in welk debat, geen defensiedebat. Het ging over zuinig zijn met landbouwgrond. En op deze locatie hebben we te maken met landbouwgrond. Dus ik wil graag een reflectie daarop van de staatssecretaris. En hem de vraag ook, in hoeverre is dit ook afgestemd met de verantwoordelijke ministeries als het gaat om landbouwgrond. En alles wat daarmee te maken heeft, kunt u daar eens iets over zeggen. En het tweede punt gaat over de participatie die wij, denk ik, hoog in het vaandel moeten hebben. Ook juist vanuit Defensie. Een groot ministerie met veel mensen, als er dan grote plannen naar buiten komen, hebben die impact. En de signalen die mij bereiken, zowel bij de lokale en de regionale overheden vandaan, als de mensen die daaromheen wonen, is dat niet goed genoeg gaat. Dat mensen niet op de hoogte zijn wat er gebeurt. Ze zijn niet op de hoogte van de keuze en de waarom. Niet op de hoogte van de impact. Kan de staatssecretaris erop reflecteren, ons even meenemen hoe hij daarnaar kijkt. En schetsen aan ons, inderdaad, er waren de vragen volgens mij van collega Hamburg ook, van hoe ver is dat traject nu? Waarom maakt u deze keus? En hoe ver gaan we de mensen die daaromheen wonen en de overheden daar, die ook allemaal democratisch gekozen zijn, daarin betrekken in dat soort trajecten? Ten slotte, voorzitter, mijn laatste punt over de bedrijfsvoering van alles wat met vastgoed te maken heeft. En dan kom ik ook op het rapport van de Algemene Rekenkamer of de adviezen die we van hen hebben gekregen. Twee punten daaruit waar ik graag de reflectie van de staatssecretaris op hoor. De eerste is inderdaad dat integrale plan. Dat is een belangrijk kritiekpunt wat zij naar voren brengen. Mijn collega Valster stelde daar een aantal goede vragen over, vind ik. Waarom kiest u ervoor, lijkt het, zoals ik het in ieder geval zie, om dat niet te hebben, dat integrale plan? Is dat niet een groot risico wat u daarmee neemt? Ook vanwege de argumenten die de Rekenkamer naar voren brengt. Als het gaat om kostenbeheersing, om maar een voorbeeld te noemen.
En deelt u die bevindingen dan ook van de Algemene Rekenkamer die wij hebben gekregen? Dat is vraag 1. Althans, onderwerp 1. En het tweede, wat ik daar even uit wil lichten, is dat capaciteitsprobleem voor de uitvoering. 200 tot 300 FTE extra nodig. Nou, we hebben al, eigenlijk hebben we dat in iedere sector in Nederland. Alles waar ik, alle dossiers die ik oplicht, staat dat wel in, dat er mensen tekort komen. Maar hier is er weer één. Hoe is het daarmee? Deelt u de risico's, de inschatting van de risico's die de Algemene Rekenkamer ziet? En wat doet u daar nu concreet aan? Leidt dat tot bijstelling van het plan? Is het plan nog wel realistisch, zoals het er nu staat, als we dit soort getallen zien? Hoe ziet de staatssecretaris dat? Dat was het, voorzitter. Ik dank u. Dank u wel, meneer Drost. De coalitiepartijen hadden geen vragen voor elkaar, geen interrupties. En oppositiepartijen heb ik niet in de aanbieding. Dus we gaan nu even schorsen en dat doen we tot 5:05. En dan gaan we luisteren naar de beantwoording door de staatssecretaris.